Hallo reviewvriendjes, hoe is het met jullie? Met mij is het, ik ben godverdikke toch weer ziek. Ik heb bronchitis of zo. Oren dicht, hoesten, je hoort het aan mijn stem. Geen corona, hè? Ik heb dat natuurlijk even getest of ik corona heb. Dat heb ik niet, ja? Dus dan niet zeggen, dat heb ik dus niet. Ik heb, weet ik veel, bronchitis of zo. Oren dicht, hoesten, fluimen, verschrikkelijk. Maar ik laat jullie niet in de steek. Want zo ben ik ook alweer. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik heb er medium rare zin in. Hey, Snoepjes van Haribo. Lekker man. Ja, dit zijn bijvoorbeeld de witte muizen. En hartjes. Cola flessen. En zure bommen. Nu denk ik dat jullie denken... maar Jantje, jij loopt hier toch al, hoe lang te verkondigen dat je niet van zoetigheid houdt. Jij houdt al niet van dingen van suiker, je houdt toch alleen maar van gehaktballen en bier. En daarom heb je zo'n dikke bakkes. Niet helemaal waar. Ik was vroeger gek op snoep. En waar had het mee te maken dat ik gek op snoep was? Nou, omdat ik het thuis niet kreeg. Dit is geen aanklacht tegen mijn ouders. Ik ben niet zo'n kerel. Tegenwoordig zijn er heel veel vrouwen die dat doen overigens. Die in hun 40ste zo'n beetje beginnen te piepen. Ja, maar vroeger had ik niet zo'n hele leuke jeugd. En daarom dit en daarom dat. En moet in therapie en dat soort gezeur. En mijn ouders zijn eigenlijk schuldig aan alles wat ik zelf heb verkeerd gedaan in mijn leven. Zo'n type ben ik dus niet. Maar ik ben zo'n beetje suikerloos opgevoed. Dat kwam omdat mijn zuster, die mocht geen suiker hebben. Die had van alles en nog wat, de konijn. Daarom mocht ik het ook niet. Want dan was het een zielig verhaal. Waar je natuurlijk wel je vraagtekens bij kan plaatsen. Want zij mankeert wat, ik niet. Waarom? Maar goed, het zal zo'n gevolgen wel in mijn verdere leven hebben gegeven. Alleen, er was geen snoep bij ons thuis. Dus wat deed ik als ik wat geld had, wat zou geld, of gekregen van iemand. Dan ging ik op het fietsje naar de Texaco, een tankstation. En daar kon je snoepjes kopen voor 10 cent... Gulden cent hebben we het over, hè? Dus moet je uitleggen aan de jongeren. Toen was geld heel veel waard. Nu kan je er helemaal geen kloten meer mee. Maar 10 cent en 5 cent. 5 cent is pak een beetje, zeg maar, zo rond de 2 eurocent. Dan kon je dus zoiets verkopen, per stuk dan, hè. En voor 10 cent kon je dan iets groters kopen. Maar dit waren allemaal van die 5 cent snoepjes. Die waren dus van die grote plastic bakken. En dan kon je die dan met een tangetje eruit halen. Dan had je zo'n hele zak voor 2,50 gulden. Kon je doodvreten aan die bende. En die nam ik dan stiekem mee naar huis. En die zat ik dan in één keer op de kamer. Op mijn zolderkamertje. Ik had helemaal geen zolderkamertje. Gewoon op mijn woningkamer. Maar goed. En een kotsmisselijk. Nou ja. Dus ik heb wel een beetje een liefde met dit soort snoepjes. En wat doe ik nu op latere leeftijd? En dan haal ik één keer in de zoveel tijd. Bij het kruidvat of zo weet ik wel waar dat kan. Zo met van die schepsnoep. Haal ik een puntzak. Die jakker ik binnen een half uur naar binnen. Ben ik god vergeten misselijk. En dan hoef ik denk ik een maand of 3 geen suiker meer te hebben. Dus af en toe een suikeraanval. Nou, hartstikke leuke verhaal, hè. Ondanks dat ik klink als een soort afgeknepen marmot met mijn stem. We hoeven ons niet af te vragen wat het kost per stuk. Want het staat er wel op. Het kost allemaal een euro voor een hele zak met die bende. Nou, dat is niet duur. Ja, we kunnen wel zeuren, dat is niet duur. Ik begin met de Haribo. Haribo is trouwens een prima merk ook, hoor. Het heeft gewoon prima snoep. Haribo Cherry Coke Freshies. Waarom begin ik ermee? Omdat ik dat een van de meest lekkere hadden vond vroeger. Kijk, een flesje, een cola aan de bovenkant en cherry aan de onderkant. Ruikt een beetje. Waarom vind ik deze minder lekker? Omdat die in je gebit blijft wakker. En dat is ook godvergeten chemisch niet. Dat vind ik nog steeds niet helemaal lekker. Dat vroeger en het zit toch in mijn tanden ook weer. Ik vond dit altijd een van de minste. Gewoon niet echt lekker. Vind ik nog steeds helemaal niks. Nou, begin lekker. Haribo. Dan gaan we over naar het hartje. Dat hartje, dat kennen we natuurlijk allemaal. Mensen die een leven hebben gehad, die kennen het. Die kennen het hartje wel. Dat is namelijk van binnen wit schuim. Let op. Zie je, van binnen is dat weer schuim. En dat is
zuur en zoet tegelijk. Heeft iets lekkers. Dit is een hard randje. Glazuurtje. Van binnen heel zoet schuim. En dat schuim. Ik zou niet eens weten hoe je dat kan noemen. Het is een beetje hard schuim, zeg maar. Dat is hartstikke lekker. Dit is zoet. Dit is zo vreselijk zoet. Maar welke? En je hebt dus een koude sensatie door dat harde ding. En wat overblijft in je mondje is gewoon heerlijk chemisch zoet. Maar dit allemaal in je bakjes blijft pakken, doet dit dat niet. En het is gewoon fijn en gezellig snoepje. Als je hem op hebt, blijft hij ook, ik weet niet hoe lang, in je mond nagehomen. Want ik denk dat je een zoutje calorieën binnen hebt gewerkt met suikers eromheen. Het is ongekend. Maar de hartjes vind ik lekker. Zure bommen. Ja, die kennen we natuurlijk ook. Alleen waren die in mijn gedachten van vroeger bij de pompstation een stukje groter dan deze. Maar laten we wel wezen, toen was Jantje ook nog een stukje kleiner. Dus voor hetzelfde geld ben ik wat gegroeid en deze dingen niet. Wat is dit? Het is een zeg maar drop. Nou ja, hoe noem je dat drop? Noem je dat drop? Is drop eigenlijk alleen maar dat zwarte drop? Of noem je alles drop wat drop is? Want eigenlijk is dat hier dan geen drop, want het is niet zwart. Maar je weet wel van die dikke gelatinebende. Dat dus. Zuur als de pest. En dan hebben ze dan suiker omheen gegooid. En als je hem in je mond steekt, als het goed is, vertrek je er een beetje van. Ja. Jezus, wat zuur. Maar is hij vies? Oh, heerlijk. Hij is hartstikke lekker. Die zure bommen van Haribo zijn hartstikke lekker. Het zuur doet een beetje pijn. Het tergt je. Er gebeurt iets in je mondje. En dan wordt het afgemaakt met gewoon lekkere zoete snoepie. Heerlijk. Zuur bommetjes ook lekker hoor. Wat verdikken. De laatste zijn de witte muizen. En waarom heb ik die als laatste? Omdat ik daar gek op ben. Ik pak er ook gewoon twee. Ik heb mijn bommen. Komt mij niet meer uit, hoor. Deze witte muizen, die zijn van een soort, wat is het, gemaakt hier. Die kun je helemaal uitrekken. Het is ook zo chemisch als de neten. En de kaai op. En de smaak van die witte muizen proef je nergens. Ik wil ergens anders op, ja. De smaak van witte muizen proef je nergens dan bij witte muizen snoep. Ik weet niet precies wat het is, maar het is een soort schuim. Eigenlijk is het een soort rubber met een zoetje eraan. Een heel specifiek smaakje van de witte muizen. Kostte vroeger 5 cent. Laten we heel eerlijk zijn. Ik denk, als je er nagaat hoeveel hierin zitten, is het niet veel duurder dan vroeger. Ja. Dit was wel even met de Haribo zakjes een, hoe heet dat? Een trip to memory lane. Dit was mijn jeugd, kwam voorbij. En ik vond er weinig aan. Net als mijn jeugd. Tijd voor de cijfertjes en de cijfertjes, ja. Jongens, dit gaat natuurlijk een beetje over mijn verleden. Dus dat doe je. Als je wat ouder wordt, dan word je wat milder over je verleden. En dan denk je, oh, weet je nog wel dat ik zo met zo'n zak snoep. Ik zat net aan het denken, ik weet ook nog wel, had ik geld gespaard. 2,50 euro. En dat was een bloedbedrag toen de tijd, toen ik jong was. Dat ik zo'n zak met snoepjes gekocht. En die ben ik onderweg verloren. Toen ben ik teruggereden. Toen lag het op de grond, waar een paar auto's overheen gereden. Nou, dat kon ik niet meer bik hoor. Tranen met uiten. Echt. Ik heb veel meegemaakt hoor, meneer. Oké, tijd voor zuipjes. Ja, de minst lekkere, dat is altijd die cola flessen, de cherry cokes van de Haribo. Die zijn gewoon niet te bunkeren, is gewoon niet lekker. De slappe gummy troep blijft tussen je tanden plakken, smaakt niet lekker. Ik krijg van mij 4. De hartjes, die zijn wel lekker en die zijn hartstikke leuk ook. En die kan je ook aan iemand geven als je er verliefd op bent. En dan zeg je, ik hou van jou, hier heb je een lekker Haribo snoepje. Die krijgen van mij 6, die is prima. De zure bom is, is te gek. De zure bom is fantastisch. Je hebt ook zure matten, hè? Ik weet niet of dat ook van Haribo is. Dat zijn langgerekte zure bommen. Zuur als de neten. En toch wel lekker een beetje zoetje erin. Die zijn ook fantastisch. De zure bommen, die krijgen mij een 7.
En mijn all-time favorite zijn de witte muizen. Die zijn gewoon lekker. Die witte muizen zijn gewoon goed. Er bestaat niet zoiets als de witte muizen van Haribo. Die geven mij gewoon een 8. Nou, ik ben inderdaad wel weer hondsmisselijk. Maar ik heb het voor over gehad. Want alles is weer teruggekomen. Alles is weer teruggekomen. Toen Jan nog een klein Jantje was en aardig om te zien. Oh, nou. Gaan jullie ook lekker naar de winkel Haribo kopen? Dan krijgen jullie misschien ook zo'n vrolijke dag als ik. Nu maar even naar de dokter. Dag!